Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn en meer van mijn vlogs en video's willen zien, abonneer jullie dan. Daar zouden jullie mij een heel groot plezier mee doen. Het is vandaag woensdag. Het is al, ik zeg goedemorgen, maar het is al 11:45. Een hele tijd bezig geweest met editen en e-mails en workstuff op de computer. Maar nu is het tijd om mijn make-up te doen. Want ik moet nog één video filmen. Nog twee dingen content shooten. Dus dat ga ik ze biet even doen. En om 3 uur ga ik naar Freya. Want Freya, Eva en ik gaan wandelen. Mocht nog altijd maar met 4 buiten. We zijn met 3, dus dat mag. Maar ja, dat zijn de enige dingen die we momenteel kunnen doen. Hè. Ik ga jullie ook eerst even daarvoor laten zien hoe dat ik mijn oogschaduw doe. Want daar krijg ik heel veel vragen over de laatste tijd. Ik heb even geleden in een vlog gezegd dat ik dat heb geleerd van Amber. En ja, ik ga jullie dat laten zien hoe dat ik dat doe. Ik ga eerst mijn gezicht zo dermaplaning doen. Want het is al 2 weken geleden dat ik bij mijn zus Charlotte ben geweest. En spijtig genoeg mag dat nu weer niet, of course. Dus ik ga even dat zelf wat doen. Want mijn donshaar is allemaal aan het terugkomen. I do not like it. En terwijl ga ik kijken naar dertigers. Want dat is op de tv. Oei. Shit, waar is een meisje gevallen dan? Oei, oei. Ik heb hier dat zwart van een meisje. Oh nee, nu durf ik niet op te staan. Dus het zal er ergens liggen. Maar zelfs snijdt mij. Hè? Waar is dat? Oké, ik zie het niet. Maar ondertussen ga ik dus kijken naar dertigers. Want dat is terug begonnen en ik had nog niks gezien. Dat is al een paar dagen bezig zijn. Ah, hier. Oh my god. Hier ging het. En ik volg dat keigraag. Dus ik ga aflevering 1 kijken terwijl ik mijn make-up en mijn dermaplaning ga doen. En als ik aan mijn oogschaduw begin, dan kom ik terug naar jullie. Oké, ik ga mijn ogen doen. En ik ga jullie... Oh my, ik zie er raar uit zo. Hè? Ik heb heel mijn foundation gedaan, poeder, concealer en mijn wenkbrauwen gekleurd. En nu ga ik dus mijn ogen doen. Wat ik doe voor een dagelijkse oogschaduw look, of hoe moet ik het zeggen, is het volgende. Het is echt heel simpel eigenlijk. Ik heb dat van Amber dus geleerd. Super lief. Ik heb de Hoola bronzer van Benefit. Dit is een bronzer die je gebruikt om te bronzen. Zelfs ga ik ook met, deze is bijna op, ik heb ook nog de volledige versie, ga ik ook bronzen. Maar met deze dus, als je ziet, bijna op. Maar in die hoekjes zit nog genoeg voor oogschaduw te doen. En ik doe dat met Fluffy Borstel. Deze is van Naked Beauty. En dit is de blending brush. Dus je hebt echt wel zo'n fluffy borstel nodig. En dan ga ik eigenlijk zo in de crease van mijn oog dat aanbrengen. Dus als je oog open is waar die plooi normaal is, daar ga ik dat aanbrengen. Ik ga de spiegel erbij zetten, want het is moeilijk om naar de camera te zien. En dan ga ik eigenlijk naar boven blenden. En rondjes draaien. En zo. Gewoon goed blenden, 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 blenden. Dat er zo geen strepen meer zijn. Voilà, almost ready.
Zo. En dan pak ik even mijn beauty blender terug. Je ziet al duidelijk een verschil met mijn ander oog. Ik met mijn beauty blender hier een beetje deppen, zodat die hoekjes mooi afgewerkt zijn. En niet zo hier extra oogschaduw is. De truc is eigenlijk gewoon om te blenden. En vroeger als ik oogschaduw opdeed, dan deed ik eigenlijk maar enkel in die crease. En niet verder of niet hoger. En wat Amber me eigenlijk heeft geleerd is om dus hoger te gaan. Wat ik dan doe is mijn highlighter die ik gebruik. Dus gebruik jij een andere bronzer of een andere highlighter, perfect. Je kunt dat gewoon gebruiken. Ik heb een soort champagne rose gold kleurige highlighter. Deze is van Laura Mercier in de kleur Indiscretion. Indiscretion. Dat doe ik eigenlijk gewoon op mijn ringvinger. Ziet dat er zo uit. Dan ga ik eigenlijk vanaf het midden van mijn ooglid beginnen deppen. Zo, waar je ooglid echt is. Tot een beetje aan de crease. Voilà. Beetje extra. Zo. En dan ga ik nog een beetje met mijn vinger in mijn ooghoek doen. Tadaa! Dan ziet het er zo uit. Dan pak ik eigenlijk mijn borstel terug. En dan ga ik nog eens één keer zo over die crease. Voilà. Dat is eigenlijk gewoon heel simpel mijn oogschaduwlook. Ik zal één kant even volledig afmaken. En dan doe ik nog mascara. Ik gebruik momenteel de Paradise Ecstatic van L'Oreal. En de Rocket Volume Express by Maybelline. Dat is echt mijn favoriete mascara. En deze twee samen zijn echt top. Ik gebruik ook een wimperkruller. Deze is geen Florida, er staat geen merk op. Ik gebruik eerst deze, die is niet waterproof en die andere is waterproof. En ik merk met waterproof mascara dat mijn wimpers veel mooier gekruld blijven. Plus dat ze zo niet smudged van boven of van onder. Want dat heb ik bij heel veel mascara's wel. En deze twee gaan echt perfect. Dus voilà. Nog een andere van mijn favoriet is de nieuwe van B Cosmetics. Die heb ik hier nu niet bij mij. Dat is ook een van mijn favorieten. En dan ga ik erover met de waterproof. En dan alleen nog van onder gebruik ik alleen deze, de Rocket Waterproof Mascara. Dat is ook zo echt een siliconen borsteltje. Dus dat is wel makkelijker om zo klonters weg te doen. En om je onderste wimpers te lakken. Nu wacht ik wel heel even, want ik heb vaak dat dat nog nat is. En als ik dan mijn onderste wimpers doe en zo naar onder krijg, dan krijg ik ook weer mascara boven mijn oog. Maar mascara is echt een wereld van verschil bij mijn ogen. Ik weet niet of jullie dat goed zien. Maar anders zie ik er zo moe uit, vind ik. En mascara doet echt zoveel. Oké. Onderste. Vismond maken. Waarom doen we dat eigenlijk? Omdat dat vel dan strakker wordt, denk ik. Voilà. Dat is één kant finished, hè. Het verschil. Ik kan het even wegzetten terug. Dit oog en dat oog. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Heel simpel. Twee dingen heb je gewoon nodig. Bronzer en highlighter. En dat is gewoon mijn daglook. Het is toch zo niet te vuil, niet te veel werk, maar het maakt wel echt een verschil, vind ik. En ik heb echt heel veel opmerkingen gekregen de laatste tijd van je make-up is zo stralend, hoe doet je dat? En je straalt veel meer, hoe komt dat met je make-up? Dus dat zijn mijn tips. Ik heb ook wel
geleerd om beter te contouren en al die dingen. Dus als jullie dat allemaal zullen zien, dan kan ik wel eens een hele make-up look doen. Met bijvoorbeeld een avond ooglook gebruik ik dit paletje. Is van, heb ik overlaatst laten zien, Inglot. Dus dat wil ik ook wel gerust eens doen. Als jullie dat willen, laat het mij weten in de comments. En dan doe ik zo zo'n updated make-up routine nog. Ik denk dat ik dat niet heel lang geleden heb gedaan. Maar dan doe ik er eentje met meer een avondlook voor de ogen of zo. Maar standaard contouring. Dus let me know. Oké, ik ga verder doen. Oké, snack time. Ik heb 2 bruine glutenvrije boterhammen getoast. Daar kersttomaatjes op gedaan. Peper, zout, Italiaanse kruiden en feta. Een beetje erover gebrokkeld. Lactosevrije feta natuurlijk. En dan groene thee. Ik maak 's ochtends zo 1 kan en dan 's middags nog eens 1. Het is nu 4:15. En hij is leeg. Dan stop ik wel met groene thee, want anders kan ik 's avonds niet slapen van de theïne die erin zitten. Snackie! Goedemorgen. Oh, ik heb zo slecht geslapen deze nacht. Echt een ramp. Je ziet het ook wel aan mij, denk ik. Just me being me, hè. Zo zie ik eruit. Maar ik heb dus deze vlog niks meer gefilmd. Niks afgesloten. Ik ben gaan wandelen met Freya en... de tv op stil zetten. Met Freya en Eva in Alke. Was heel leuk, heel gezellig. Maar natuurlijk, als je elkaar zo lang niet ziet, dan ja, wil je gewoon heel de tijd alleen maar bijpraten. En voor de rest ja, heb ik er gewoon niet aan gedacht om te filmen. Dus ja, ik heb niks meer gefilmd. Ik twijfelde even als ik dit dan wel online zou gooien. Maar uiteindelijk, ik laat wel mijn oogmake-up look zien. En voor de mensen die daarachter gevraagd hebben, is dat misschien wel fijn. Dus ik ga dit stukje nog invoegen en dan de vlog online zetten, want het is vandaag al vrijdag. Ik ben aan het editen en terwijl de Bachelorette aan het kijken. Kijken jullie dat trouwens? En wat zijn jullie thoughts on it? Ik ben benieuwd. Ik ben echt Team Django. Ik weet nog niet wie eruit gaat vanavond, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop niet Django. Ik ben niet Team Vincent. Ik vind het zeer zielig wat hij heeft meegemaakt en zo. Maar hij... nee, is gewoon niet mijn type. Ik heb wel meer respect door zijn verhaal over zijn zoon, wat hij heeft meegemaakt, zeker. Dat wens je niemand toe, maar I'm still not Team Vincent. Echt Team Django hier. Laat me weten als jullie dat kijken, wat jullie zijn. Ja, oké. Ik ga verder editen. Fijn weekend allemaal. En tot maandag.